En dan gaan we altijd rond dit tijdstip naar het buitenland. Dit keer naar Frankrijk. Ja, contact met oud-Almeerder Gerrit-Jan Grootherde. Goedemorgen Gerrit-Jan, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Cartoche Julien, dat was gisteren. Was het net zo'n groot feest als andere dagen of werd het overschaduwd door, of andere jaren, of werd het overschaduwd door corona? Nou, het werd wel overschaduwd. Er waren geen openbare feestelijkheden. Er was ook geen vuurwerk. Dat is zeer tot spijt van mijn dorpsgenoten. Ja. Maar het was, ja... We kenden de Fransen, ze maken er altijd wel wat van. Oh, hoe dan? Nou ja, ik kreeg s morgens vroeg werd ik in ieder geval buitengewoon ruw gewekt. Je denkt altijd van, lekker vrije dag, feestdag, uitslapen. Mm-hmm. Om 7 uur werd er 3 maal een kanon afgeschoten, bijna pal onder mijn slaapkamer aan. Ik was nog helemaal meteen wakker. Ja, nou ja, dan hebben we dat maar binnen toch. Gerrit-Jan, waar in Frankrijk zit je precies? En een half uur later kreeg ik een mailtje van een van de wethouders. We gaan met de hele gemeenteraad wat drinken om 11:30 bij Bar PMU Le Centraal. Kom je ook? Oh, maar jij zit in de gemeenteraad, hè? Even voor alle duidelijkheid, toch? Of bent ondersteuner, of hoe zat het ook alweer? Nu versta ik je eventjes heel slecht. Jij zit toch in de gemeenteraad? Ik zit niet in de gemeenteraad. Nee, dat was heel, heel grappig. Je hebt wel meegedaan aan de verkiezingen, weet ik nog. Ik heb een uur lang mogen geloven dat ik in de gemeenteraad zat. En toen is er een hertelling gedaan en bleek dat ik 1 stem te goed kwam. Ach, ja, kan gebeuren. Zeg, hoe is het nu met de coronamaatregelen? Is de confinement nog steeds erg streng? Er is geen confinement meer. Nee, de noodtoestand is vorige week opgeheven. Er is geen confinement meer. Er is totale vrijheid van beweging. Er zijn alleen regels met betrekking tot gedrag in open ruimte en horeca en zo. Mm-hmm. Ja. Mondkapjes. Jij woont in de buurt. Hoe heet die dorp ook alweer? Even opzoeken hoor. Dat heet Perrin-le Château in Limousin. Ja. Dat was toch dat zat toch in de route van de Tour die nu eigenlijk zou moeten rijden? De Tour had daar één deze dagen langs moeten komen, ja. Ja. Of toch bijna in ieder geval, op een paar kilometer hier vandaan. Voor het eerst sinds, echt wel heel lang, ik geloof een jaar of 15. Ja, dat was leuk geweest, maar dan komen ze nu gewoon wat later door jouw streek? Ja, absoluut. Ga je kijken? Ik ben zelf geen hele grote liefhebber, maar ik denk wel dat ik even ga kijken. Want het is toch iets wat je één keer in je leven meegemaakt moet hebben als import-Fransman. Ja, nou, ik zeg het met je mee. Ik heb het in Nederland meegemaakt toen deze hele grote lus door zuidelijk Nederland. En ik ben geen vaste kijker van de Tour de France op televisie, maar ik stond wel langs de kant. Ik vond het prachtig. Ja, nou ja, dat is ook leuk. Ik heb één keer een start meegemaakt in Brussel. Daar was echt helemaal niks aan. Waarom? Het enige wat ze deden was naast elkaar peddelen en gezellig wat keuvelen. Oh, was het een wandelroute? Het zijn al die starts, hè, van de Tour de France, sowieso wielerwedstrijden. Ja. Keuvelt eerst eventjes een beetje een uurtje rond en dan gaan ze pas een beetje aanzet geven. Ja. Gerrit-Jan, zit je in een wijnstreek of niet? Sorry? Een wijnstreek? Nee, dit is geen wijnstreek, helaas. Dat is weer jammer natuurlijk. Er is natuurlijk wijn. Fransen drinken graag wijn. Dat is heel erg simpel. Maar wijn wordt hier niet gemaakt. Wat hier wel wordt gemaakt is cider. Okay. Oh, dat is ook leuk, toch? Ik stelde die vraag om te vragen wat je voor de rest van de zomer wil gaan doen. Ik bedoel, ik kan me voorstellen met een wijntje in de tuin. Maar dat wordt hier iets anders, denk ik. Een cidertje in de tuin. Nou, een wijntje in de tuin, dat is redelijk vaste prik, hoor. Oké, dus je doet al mee aan het joie de vivre, de Franse manier van leven. Nou, dat dacht ik wel.
Ik ben hier niet voor niks naartoe getrokken natuurlijk. Daarom. Oké, nou we genieten via jou een beetje met je mee. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die doen dit jaar toch iets anders met vakantie dan normaal naar Frankrijk. Zoals de meeste Nederlanders graag doen. Fijn dat we met jou nog even een beetje mee kunnen genieten. Nou, heerlijk. En bedankt voor dit gesprek. Ja, heel graag gedaan. En tot de volgende keer. Gerrit-Jan Grootheden, automeerder in La Douce, France.